Ik ben Jolanda de Ridder, ik ben beeldend kunstenaar en samen met Neeltje Neeft heb ik een expositie in Cultura in Ede. Die expositie heet Papier hier. Als kind was ik al heel erg geïnteresseerd in ruimtevaart, in sterrenkunde. Ik keek graag naar de hemel. Als ik later groot ben, dan ziet de wereld er heel anders uit. En een van de dingen die dan heel anders zou zijn, is dat we bijvoorbeeld niet meer ons zouden vervoeren in auto's, maar dat we allemaal onze eigen UFO's hadden en dat we zo van plek naar plek konden vliegen. Daar is het werk Where's My Future op gebaseerd. De samenwerking tussen Neeltje en mij, ja, we maken natuurlijk allebei heel verschillend werk van papier. Voor deze tentoonstelling zijn we allebei natuurlijk samen verder gaan werken met dat papier. Het leuke is dat zij één kant van het papier belicht door haar enorme imposante collages en ik meer bezig ben met vouwen en plakken. Een bepaalde boodschap die ik zou willen overbrengen. Ik werk zelf heel veel met gerecycled materiaal. Dus het is echt oud papier en oud karton, verpakkingsmateriaal. Wat ik wil zeggen is, kijk naar wat ik ermee gedaan heb. Jullie hebben vast ook leuke dingetjes thuis die je als vorm kunt gebruiken. Of oud papier of karton waar je iets moois van kan maken. Wees creatief, gebruik je fantasie, leef je uit. En doe ook dit soort leuke dingen. Dat is eigenlijk wat ik mee wil geven. Ja.